Je hebt een performance, heeft dat in goed Nederlands gedaan? Eigenlijk een workshop, dansworkshop. Dus ik heb ze een dans aangeleerd eigenlijk, ja. Moet je me even uitleggen, op een reformatorische grondslag? Helemaal niet. Op geen één van kerkelijke stromingen. Het is gewoon wat het is. Het is gewoon een mooie dans maken voor God. Dat is het. Of dat je nou gereformeerd of hervormd bent. David danst ook voor God, dus wij ook. Oh, is David in dit verband met een knipoog in de link? Een soort wel de... Hoe zeg je dat? Hij speelde ook met een harp, volgens mij. Ja, dat ook. Maar hij danst ook in zijn onderkleed zelfs nog voor God. Hè? Ja. En Mirjam ook met de tamboerijn. Dus wat dat betreft, het wordt tijd dat we wat meer gaan dansen. Hoe ben je ertoe gekomen, Ennio, om met dit thema te linken met de dag van vandaag, van deze dag? Het thema in mijn workshop ging eigenlijk over vergif in je leven hebben, pijn. Door veroordeling of noem het maar. En eigenlijk de mensen die jou dat hebben aangedaan, het leren vergeven. En weer eigenlijk vrede vinden. En de anderen eigenlijk het beste toewensen. Ook al hebben ze jouw pijn gedaan misschien. En daar ging het over in de dansles. En betekent dat je dan je vijand, dus aanstekens, ten dans vraagt? Nou, in zekere zin wel, ja. En eigenlijk overgeeft aan God. En overgeeft, je pijn overgeeft aan iemand die het wel kan dragen. En dat is Jezus. Nou, daar ging het over. Ja. Is het een ingewikkelde dans? Helemaal niet. Nee, maar het is wel heel symbolisch. En dat is misschien wel des te sterker. Dus meer de symboliek waar de kracht vanuit gaat. Ja, want het zijn vooral mensen die nooit hebben gedanst. Dus dat is ook wel weer een uitdaging om hun aan het dansen te krijgen. Maar het is gelukt en het was heel ontroerend wel. Ja, vond ik zelf.